Hoi, ik ga de testen doen. Het cluster van Wehner is om cervicale radiculopathie aan te tonen. Ik begin bij het maken van de keuze van distraction of bij de speuring, naarmate aan de hand van of de klachten aanwezig zijn of niet. Als de klachten wel aanwezig zijn, kies ik voor een distraction test, omdat het een verlichtingstest is. Zijn de klachten niet aanwezig, kies ik voor een speuring test. Die zal ik eerst laten zien. Dat is een provocatietest. Je mag rechtop komen zitten. En dan geef ik druk op het hoofd naar beneden toe. Is dat pijnlijk? Provoceert het de klachten? Nee. Nee. Dan voegen we een lichte extensie toe. Wederom hetzelfde. Weer druk uitoefenen op het hoofd. Provoceert de klachten? Nee. Nee. Extensie en een rotatie. En provoceert het de klachten? Oké. En die gaan we terug. Het is een provocatietest. Hierbij verklein je de ruimte van de foramen en het vertebrale. Dus krijg je zenuwwortelinklemming. De distraction test ga juist die ruimte vergroten. Mag ik er mooi op komen zitten. Nou zijn de klachten dus wel aanwezig. En die geef ik mooi. Zo. Nou vergroot ik de ruimte tussen de foramen. Geeft het verlichting? Ja, geeft het verlichting? Oké, goed zo. Gaan we verder naar de volgende test. Je mag tegen je handpalm aanblazen. Op deze manier. Goed hard blazen. Oké. Provoceert dit je klachten? Nee. Bij deze test vergroot je de druk tussen de foramen vertebralen. En zou dus ook... hoe heet dat? Ja. Dat is erger wat. Provocatie kunnen geven. De volgende test, je mag even op je rug komen liggen. Gaan we naar de ULTTA. Mag je een stukje opschuiven? Ook een provocatietest. Ietsje draaien. Zo. Mag je op zo laten hangen? Hangen, ontspan, ja, goed zo. En dan mag je aangeven of de tintelingen in je handen geprovoceerd worden. Nee? Oké. Zou dat wel het geval zijn? Altijd even natesten met de gezonde zijde. Dus in dit geval de rechterkant. Mis ik er nog in? Je mag hier heel even komen zitten, op de rand van de bank. Dat is nog de cervicale rotatietest. Om te kijken of er meer rotatie optreedt dan 60 graden. En wanneer je dit doet, kan je ook meteen even het hele BFO van de cervicale welverkolom meenemen. Dus mooi even op gaan zitten. Je mag eens je kin op de borst leggen. Oké, en weer rustig recht. Provoceert dat de klachten? Nee, mag je snel naar het plafond toe kijken. Zover als je kunt. Heel goed, zijn we terug. Hoe ging dat? Provoceert dat de klachten? Gaat ook goed. Linkeroor naar de linkerschouder. Oké, goed zo. Rechteroor naar de rechterschouder. Oké, gaat ook allemaal goed. Geen pijnklachten. Netjes, mag je mooi op blijven zitten. Ja. Mag je zo op naar je linkerschouder kijken. Ja, netjes. En naar de rechterschouder. Oké, heel goed. Dat was het cluster van Wehner. Bij dit cluster, hoe meer testen positief zijn, hoe groter de specificiteit van de test wordt, of van het cluster wordt. Dus hoe groter de kans aanwezig is dat er ook daadwerkelijk een radiculopathie aanwezig is. Dat wil even, qua sensitiviteit heb ik niet zoveel te zeggen, want die neemt juist af, naarmate het aantal testen positief zijn.